Een nieuwe koning die kennis maakt met Nederland, maar tegelijkertijd ook hele mooie plekjes links laat liggen. Dat kan natuurlijk niet. En daarom is het de hoogste tijd voor ons cadeau aan de koning. Een serie portretten van de rest van Nederland. Vandaag alweer de allerlaatste. En daarvoor zijn we in... En vandaag zijn we in... In het Limburgse Eigelshoven. Juist, Eigelshoven. Een godsgruwelijk gezellig dorp in het zuidoosten van Limburg. Een dorp waar de mensen nog bellen aan de muur. En waar de Duitse en Oostenrijkse invloeden duidelijk voelbaar zijn. Maar het is er bovenal heel... Gewoon, hè? Ik denk dat het een erg saamhorig dorp is. Vriendelijk. Hier staat de kerk nog altijd centraal. De mensen komen hier een kaarsje aansteken. Bijvoorbeeld voor een zieke, hoofdpijn, kanker of astma. Een puistje op de wang, leukemie. De mensen, geheugenverlies. Waarom zijn deze honden zo druk? Mijn hond is heel druk omdat hij een beetje oversexed is. Oversexed? Een geile hond, ja. Bij mij? Ik ben geen geile hond, nee. Misschien wel een gele poes. Ja, zo geil als een koekje. Ik ga dadelijk terug naar mijn vriend om even te... Ik hoop advocaat te worden. Zal dit optreden bij helpen, denk ik? Ja, zeker weten. Nee, ik heb nog een poep. Het enthousiasme, zoals bij deze honden, is bij de Eigelshovenaren ver te zoeken als het om het koningshuis gaat. Maar een feestje, dat kan natuurlijk altijd. We krijgen straks Koningsdag. Gaat u dat vieren? Jazeker ga ik dat vieren. Drugs? Hoezo? En nou? Ik vind het allemaal veel te dik bovenop liggen. Te overdreven. Te. En te is nooit goed. Ik heb mijn eigen mening, klaar. Mijn mening blijft mijn mening. Dat dit Limburgse pareltje een oud mijnwerkersdorp is, dat vertelt... Hans Fiala. Want hij is... Oud mijnwerker. Hans Fiala, we staan hier voor het mijnwerkersmonument. Vertel eens even waarom wij hier nu staan. Waarom u hier staat? U heeft mij gebeld en daarom staan we hier. Heeft u zelf wel eens vastgezeten in een mijn, dat u niet meer eruit kon? Nee, ik niet. Persoonlijk niet. U heeft nog nooit vastgezeten dat u geen lucht kreeg of zo? Of... Nee, ook niet. Ik vind het eigenlijk allemaal even niet zo spannend. Heeft u wel eens vastgezeten in een mijn? Ja, ik heb een keer vastgezeten. Toen moest ik een stempel moest ik weghalen. Die moest weer naar voren voor ondersteuning. En dan braken de stenen door. Het dak brak door. En er kwam een grote steen die kwam op mij af. En daar zat ik met een been vast. Hoe lang heeft u in die mijn zonder lucht gezeten? Nou, maximaal 2 minuten. 2 minuten zonder lucht, dat is vrij lang. Is vrij lang, ja. Het was kantje boord. Het was maar wat. Ronnie Ron, een rasartiest die speciaal voor ons het koningslied nog weer eens heeft ingestudeerd. De Surinaamse versie wel te verstaan, want de Nederlandse die was voor hem te moeilijk. Degens, Ron Degens. Harmonica. Nieuwe jonge koning en misschien naar Maxima nog wel het meest. Was je nog niet op het nemen, hè, Val? Was je nog niet op het nemen, hè, Val? Was je dat al op het nemen? Was je dat al aan het opnemen? Ja, fijn. Nederland. Nee, jongen, stop. Nederland slaat niet aan het feesten, dat komt zo meteen. Mag je niet elke dag. Ja. Zoiets maak je niet elke dag mee. Want het is ten slotte... Wat was het nou, man? Ik ben die zin gewoon kwijt, de rest ken ik allemaal. Wacht, laat me nog één keer kijken. Wat een ellende, zeg. De Weeuwe Koning. Ja, maar de Weeuwe Koning. Oh, wat komt er toch nog een keer? Nog eens, kun je gewoon laten lopen, hè? Komt zo meteen wel, jongen. Ik ben niet zo slecht. Moet nog maar een paar biertjes hebben gehad en zo, snap je? Nederland slaat aan het... Met die biertjes? Ja, dat je normaal een paar biertjes moet hebben gehad zo voor het spelen of zo. Niet te veel, weet je. Ik ben geen alcoholist. Goed, beste koning. We houden er hiermee op. Dit was het dan. Ons cadeau aan u. We sluiten deze schitterende serie af met natuurlijk 3 vingers in de lucht. En dan zeg ik alvast tot ziens en hou je veilig. Man, wat heb ik genoten van de rest van Nederland. Jammer dat het is afgelopen.